Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over sneeuwschoenwandelen en hoe doe je dat nou? We staan in het dal van Arolla. Dit is een bekend dal in Zwitserland waar veel gletsjertochten in de zomer worden gedaan. Maar in de winter kun je dus heerlijk sneeuwschoenwandelen. Dat gaan wij vandaag doen. Wat hebben we nodig? Want sneeuwschoenwandelen, daar heb je natuurlijk spulletjes voor nodig. Als eerste... sneeuwschoenen natuurlijk. Je hebt allerlei verschillende soorten, maten, types sneeuwschoenen. Waar je wel op moet letten is dat de sluiting altijd aan de buitenkant zit. Dus je hebt inderdaad een linkse en een rechtse variant. Nou, kijk daarbij als je ze aandoet. Wil je weten wat voor sneeuwschoenen er allemaal mogelijk zijn? Nou, daar hebben we wat over geschreven op onze blog. En het linkje zullen we er ook even inzetten. Dan hebben we wandelstokken met grote tellers. Dit zorgt ervoor dat je stok niet helemaal wegzakt in de sneeuw. Dat je dus meer stabiliteit hebt dan een normale wandelstok in de zomer. En omdat je in de winter ook te maken hebt met mogelijke kans op lawines, heb je de lawine 3-eenheid. Dat is onder andere een pieper. Deze draag je altijd zo dicht mogelijk op je lichaam. Hiermee kan je gevonden worden mocht je dus onverhoopt in een lawine raken. Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar het is een stukje veiligheid die we meenemen. Dan hebben we een schep. Deze kunnen we in elkaar zetten, dat kan ik straks nog even laten zien. Hiermee kun je dus iemand uit een lawine redden. En hier zit een sonde in. Dit is een hele lange prikstok. Dat heeft een beetje wat weg van een tentstok. Die kan je heel erg lang maken en daarmee kun je dus zoeken naar iemand die eventueel in een lawine zit. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke dingen voor het sneeuwschoenwandelen. Naast natuurlijk heel veel laagjes en warme kleding. Wij gaan onze sneeuwschoenen aandoen, want zoals je ziet wordt het hier een mooi wit pad. En gaan we lekker die kant op wandelen. Zoals je ziet, dit pad loopt lekker naar boven. Nou, wat je dan kan doen als je sneeuwschoenen hebt, de meeste hebben ook nog een extra klemmetje. Die zit aan de achterkant van je hiel en bij deze zit die er ook. Dan kan je omhoog zetten. Als die omhoog staat zie je dus dat mijn hiel wat hoger komt. En op steilere paden omhoog helpt dat net wat meer met het verlichten van je voet, waardoor dat het wat fijner loopt naar boven op steile hellingen. Hier is het pad al helemaal gespoord, dus het is op zich prima om het zonder te doen, maar ik doe het toch maar lekker met, want het loopt net iets relaxter. Zo, we zijn alweer een stukje gestegen. Het is inmiddels wat warmer, dus er is een laagje uit. Nou, dat betekent wel dat ik mooi even wat kan vertellen over de lawine 3-eenheid. Maar voordat ik dat ga doen, is het nog belangrijker om te vertellen dat als je in dit soort terrein begeeft, dat je wel basiskennis hebt in minstens van lawinekunde. Dus weet waar je op moet letten, wanneer je op pad kan en op welke terrein je dan kan begeven. Zeker als je in de Alpen bent. Natuurlijk niet overal waar sneeuw ligt is echt heel groot lawinegevaar. Maar zodra je in de Alpen of in de Pyreneeën of in de bergen komt, ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat je daar wat meer van af weet of eventueel met een gids op pad gaat. Nou goed. Wat zijn dus een aantal dingen waar je sowieso op moet letten? Dat is je lawinepiep. Die draag je normaal gesproken nog een laagje eronder. Dus echt dicht tegen je lichaam aan.
Maar goed, nu is het even makkelijk om te laten zien hoe dat dan zit. Nou, dit is dus een soort van zakje. Hier zit mijn lawinepieper in en deze staat nu op zenden. Dus mocht ik onder een lawine terechtkomen, dan zendt hij een signaal uit naar andere lawinepieps. Je kan hem dus ook op zoeken zetten. Als jij de zoeker bent bij een lawine, kan je dus op zoek gaan naar andere lawinepieps. Dit is dus één deel van de drie-eenheid. Dan hebben we er nog twee. Dat is een schep en een zonde en die zitten nu nog in mijn rugzak. Het is belangrijk dat je die snel weet te pakken. Je weet dus in één greep te zitten waar dat je ze uit moet halen. En bij mij heb ik een schep die je dus in elkaar moet zetten. Zo. Nou heb ik dus de schep klaar en stevig voor gebruik. Het derde onderdeel van de drie-eenheid, dat is de zonde. Die zit in een zakje bij mij. Kan ook gewoon los. Die haal je eruit. Je gooit hem weg. En je trekt eraan. In een vloeiendere beweging dan dat ik nu heb gedaan. En dan zet je hem hier vast. Dus je ziet al, nou, je krijgt hem waarschijnlijk niet helemaal op camera. Maar het is een hele lange stok. En hiermee kan je dus heel diep de sneeuw in prikken. Als je dus met de pieper een slachtoffer gevonden hebt, ga je hiermee dus verder zoeken naar degene die je vrij wil scheppen. Nou goed, deze gaan we nu natuurlijk niet in het echt gebruiken. Maar het is heel belangrijk om ze bij je te hebben. Basiskennis te hebben van lawinekunde, zodat je gewoon veilig op pad kan in dit heerlijke terrein. Nou, vandaag lopen we op een eenvoudig sneeuwschoenwandelpad. En in ons geval, omdat er al heel lang niet meer verse sneeuw is gevallen, betekent dat dat de sporen best wel al liggen. Dat wandelt makkelijk, maar dat heb je natuurlijk niet altijd. Je komt ook regelmatig tegen dat er nog geen spoor ligt en dat jij de eerste bent op een vers wit sneeuwdek. En dat is heerlijk, maar dat zorgt er ook wel voor dat je net eventjes anders wandelt. Nou, als je zelf dus een spoor gaat leggen, dan kan dat op meerdere manieren. Aan te raden is om in principe in een zigzagpatroon te doen, want dat spaart wat energie. Nou, dat hebben we vandaag iets minder mogelijkheid voor, maar daar hebben we natuurlijk wel beelden van die we aan jullie kunnen laten zien. Een andere mogelijkheid is dat je wat steiler omhoog gaat. Nou, mocht het nodig zijn dat je een wat steiler stukje omhoog gaat, zorg er dan voor dat je goed met de punten van je sneeuwschoenen in de sneeuw of wat harder misschien richting het ijs trapt. Dus hieronder zitten stijgijzertjes, hele scherpe punten en die zorgen ervoor dat je echt heel erg veel grip hebt wanneer je omhoog gaat. Dus hier achter mij is een iets steiler hellinkje en hier gaan we even een klein spoortje maken. Gehad over omhoog lopen en omlaag lopen, maar het kan ook nog zijn dat je een stukje moet traverseren. En ook daar zijn technieken voor om meer grip te hebben met je sneeuwschoenen. Je kan hem gewoon recht in de sneeuw trappen. Nou, je voelt vanzelf of je veel grip hebt of niet. Als dat niet zo is, dan kan het ook zijn dat het handig is om je voet meer in de richting van het dal te zetten. Bijvoorbeeld zo. Zo krijg je vooral op wat hardere hellingen heb je gewoon op deze manier meer grip met je sneeuwschoenen dan als je hem zo traverserend zet. Dit is een wat diepere sneeuw, dus hier zou ik wel zelf de voorkeur hebben om hem op deze manier te sporen. Nou, we staan hier op een heel mooi klein topje. Ik heb net een kleine zigzag
vers spoor omhoog gemaakt. En mag ik weer een stukje naar beneden? Als je naar beneden gaat met sneeuwschoenen, kan het wel eens voorkomen dat je een beetje glijdt. Dat geeft niet, je kan een beetje meeglijden en uiteindelijk rem je wel. Ik ga eens kijken of ik hier een mooi spoortje in kan maken. Wel eventjes de klemmetjes natuurlijk weer naar beneden, want anders daalt het wat vervelend. Het is lekker diepe sneeuw. En maak kleine glijbewegingen. Zo. Je merkt gelijk een heel verschil tussen het pad waar de spoor al het spoor gemaakt is en hier waar je een vers spoor kan maken. Het is een stuk dieper. En als je een hele tocht van dit soort sneeuw hebt, dan is dat zeker een stuk zwaarder dan op een gespoord pad. Maar wij zijn in ieder geval bijna bij ons eindpuntje en laten we daar eens naar gaan kijken. Zo, we zijn er bij ons eindpunt van vandaag. Dit is Lac Bleu en zoals je ziet is het nog open en het stroomt zelfs nog. Het is echt een prachtig meertje. Wij hebben dus een leuke sneeuwschoentocht gemaakt hier naar boven. Zometeen lopen we ook nog naar beneden. En wat ik al zei, sneeuwschoentochten zijn er in allerlei vormen en maten. Voor beginners tot gevorderden zijn er heel veel leuke tochten te vinden. Wil je nog meer weten over sneeuwschoenwandelen, dan kan je altijd terecht op onze blog. Daar hebben we verschillende artikelen geschreven over sneeuwschoenwandelen. Met leuke tochten die we zelf hebben gelopen en die jij misschien ook kan gaan lopen. Ik hoop dat je wat had aan deze video. Wil je nog meer weten van ons en onze avonturen bijvoorbeeld volgen? Abonneer je dan eventjes op ons kanaal of volg ons op onze andere socials. En dan tot de volgende video!